Sterkte, jongeman. Sterkte. Ik ga het wel overleven. Hopelijk.
Het is al wat, hé. Waarom die jonge Duitse man die zomaar gewoon op straat lag? Ja, hij is zo knap. Ja, is maar ik had het redelijk... Oh nee, hij is laat. Oké. Okay. Ik had het redelijk over dat zijn vrienden hem gewoon aan achteren laten. Ja, dat is echt wel zielig. Maar je vindt hem knap. Ja, heel knap. Hij is wel leuk, heeft iets apart en zo. Misschien wordt het iets, dat is jullie. Misschien wel, ja. Je kan hem meenemen naar het dorp. Oh, dat zou zo leuk zijn. Je kan met hem trouwen. Oh ja, dat zou echt super zijn. Oh, stel je voor, een huwelijk voor jou. Oh, dat zou echt. Laten we hopen dat deze oorlog snel verbeest. Oei, je hebt... Chef! 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 Ja, natuurlijk! Chef, hij is dood! Nee. Chef, haal het nog. Nee. Arme chef. Arme chef, toch. Hij is dood. We zullen je zo missen, jongen. Chef, ik ben verliefd op dat meisje met die zwarte strik. Wat is haar naam? Josephine. Oh, dankjewel. Wat moet ik doen? Ik weet... Nee, 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 nee! En lukt het eigenlijk om rond te komen, want ik heb gehoord dat je weinig verdient? Nee, het lukt echt niet. Sinds al mijn man in de oorlog vecht, is er geen geld meer om stof te kopen. Laat staan om de kleren te maken. En heb je een soort van man? Nee, de laatste brief was 2 maanden geleden. Sindsdien niets meer. En heb je nog iets gehoord van Josephine? Ja, ik heb over de laatste brief gekregen waarin stond dat ze dus een hele speciale jongen heeft leren kennen en erop is verliefd te worden. Allee. Het probleem is, hij is een Duitser. Maar ja, dat is niet zo waar. Achter de oorlog kunnen ze wel perfect gelukkig worden. Ja, wie weet is een oorlog wanneer dat de oorlog gedaan is en misschien is hij dan al dood. Ja, dat is wel waar. En heb je het al gehoord van onze pastoor? Nee. Hij is met Shirley. Dat ja. Niet. Ja, de dienaar van de pastoor heeft hem er goed bezig gezien, blijkbaar. En? Ja, de gevolgen zijn er bijna geen. Er gaan waarschijnlijk iets veranderen van nu, want er zijn zo weinig pastoors. Dat is toch niet normaal, dat mag toch niet? Het verwondert me echt niet dat hij niet ontslagen is geweest. Ja, waar moeten we een pastoor vinden? In een ander dorp misschien? Ja, in een ander dorp en doodgeschoten worden misschien. Ja, feit is dat wel waar. Ik zou me er niet veel van aantrekken, maar toch. Ja. En, heb je het al gehoord van Jos en Fiona? Nee. Het schijnt dat ze met elkaar naar bed zijn geweest. Ja, lacht er anders mee, dat is echt heel hoor. Toch wel. Ja. Echt wel. Ja, wie heeft dat dan gezien? Wel, ik heb het zelf gezien ook. Ja, waar dan? Midden in de straat? Nee, niet midden in de straat. Echt, je vriendinnen zeggen mij dit niet. Ze liegen niet tegen mij. Je hebt het recht om dat te weten, toch? Ja, zeg, doe ik een normaal. Het was een oorlog.
ja, het gaat moeilijk. Ja. We hebben niet zo tijd. Hij moet onmiddellijk geopereerd worden door de dokter. Frank, zo spannend. Is dat niet waar? Waarom laat de man die kant zijn? Het is maar een Duitser. Die jonge Duitser, het is toch wel wat, hè? Ja, zeker. Hij is zo mooi. Ik had er eigenlijk over dat hij zo eenzaam op straat lag. We konden hem echt niet laten liggen. Nee, hij is echt gewoon de man. Dubbel huwelijk doen samen met Mariette. En de slager. Oh ja, dat zou zo leuk zijn. Ga je zo. Nee. Ik ben verliefd. Op dat... Ik ben verliefd. Op dat meisje met haar zwarte strik. Stop met mij. Jeff, ik ben verliefd. Ik ben verliefd op dat meisje met die zwarte strik. Kippen! Dat was... Ik ben verliefd op dat meisje met dat zwarte strik. Zwarte strik. Om een maand eigenlijk rond te komen, maar ik heb gehoord dat het eigenlijk redelijk moeilijk is. Nee, het lukt echt niet om rond te komen. Sinds dat mijn man in de oorlog zit te vechten... Echt, is er amper wel goed. Hoi, en lukt het eigenlijk om rond te komen van de maand? Want ik heb gehoord dat je echt weinig verdient. Nee, het lukt echt niet. Sinds dat mijn man in de oorlog vecht, is er geen geld meer om stof te kopen. Laat staan om te maken. En heb je al iets gehoord van je man? Nee, de laatste brief was 2 maanden geleden. Sindsdien niks meer. En trouwens... Ja! Molly! For my motherfucking new, most likely I'ma die with my finger on the trigger. I've been grinding that side all day with my niggas, and I ain't going in unless I'm with my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My motherfucking niggas. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. My nigga, my nigga. Yeah. First thing first, I love all my niggas. This rap shit cracked and I involve my niggas. You looking for some lean, let me call my nigga. He selling for the high, I need all my niggas. Some niggas